Het zat er al heel even aan te komen, maar dan kwam uiteindelijk daar woensdagmiddag de bevestiging. De Grand Prix van Emilia, die is afgelast wegens de hevige regenval. We gaan schakelen met Aaron Dekkers, want er is 100 kilometer van Imola af. Zou naar het circuit gaan, maar goed, die gaat ook maar gewoon lekker naar huis. Aron, goedemiddag. Jij staat... Nou, waar sta je precies? Laat ik het zo zeggen. Ja... Dat klopt, Joris, dus Ik sta hier in Italië, in Sio, om precies te zijn. En zoals jullie achter mij zien, een winnende Max Verstappen. We zijn namelijk bij de helmenfabrikant van Max, uh, Max Verstappen, Schubert. Zij hebben hier in Italië de fabriek, daar waren we uitgenodigd. Dus vanaf gisteren zijn we aanwezig om, uh, om te zien hoe de helm van Max Verstappen onder andere wordt gemaakt. En het plan was inderdaad om daarna verder te rijden richting Imola. Om daar de Grand Prix te gaan uh, ja, te volgen en verslag te geven aan jullie. Thuis. Maar uh, ja, dat gaat helaas niet door. Zojuist is officieel bekend geworden, zoals je net al zei, dat, uh, dat de race niet doorgaat. Het is afgelast en dat het, uh, lijkt ook de juiste uh, um, beslissing te zijn geweest. Want er zijn natuurlijk veel problemen in Italië. Veel mensen, de huizen zijn overstroomd, mensen zijn uh, moeten evacueren. Dus het is maar beter om op dit moment uh, geen Grand Prix te organiseren. Zoals je ziet, net wat je aangeeft, 150 kilometer hier ervan af, vanaf Imola, niks aan de hand. Ik zal even een klein beetje ronddraaien. Het is niet het mooiste gedeelte van Italië hier, maar als je ziet, het is in ieder geval droog. En eigenlijk niks aan de hand. Alleen uh, ja, 150 kilometer hier vandaan is het al twee dagen goed mis. En ook de komende dagen, vooral op zaterdag, verwacht men nog een keer een extra ja, regenval. En uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat de Grand Prix is afgelast. Uiteindelijk was volgens mij niet per se de doorslag dat er niet gereced kon worden. Want het schijnt echt op het circuit. Ja, het ziet, er niet, het ziet er niet goed uit, maar het was voornamelijk volgens mij omgeving van Imola. Ik had onder andere gezien de A14, dat is een grote snelweg tussen Bologna en Imola. Die was overstroomd, waar voornamelijk dus in eerste instantie de uh, mensen überhaupt niet naar het circuit konden komen. En ik denk ja. dat ook een belangrijke reden is dat gewoon uh, de hulpdiensten ergens anders veel meer nodig zijn dan op zo'n circuit om, ja, nou, laten we eerlijk zeggen, 20 coureurs rondjes te zien rijden. Nee, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Het circuit zelf. Een paar vrienden van mij die wonen toevallig in de buurt. Die hebben ons net nog wat foto's doorgestuurd. Daar gaat het eigenlijk nog wel. Sommige delen van het circuit niet. Zoals we weten, Imola, hoog en laag gedeelte op het circuit. Vooral in de lage gedeelte, zoals je je voor kunt stellen. Helemaal vol water. Nou, dat zal nog wel weglopen de komende dagen. Dus dat was niet het probleem. Maar dat is precies wat je zegt. En naartoe gaan, ja, dat is gewoon niet veilig. Ook voor de mensen in de buurt. Er zijn natuurlijk ook mensen overleden. Ja, is het gewoon op dit moment zeker geen moment om te gaan racen. En ook de, ja, de Veiligheidsdiensten die moeten natuurlijk aan het werk gaan om mensen te redden, om mensen te helpen, mensen te helpen te evacueren. Uh, er zijn ook nog veel mensen vermist. Dus ja, dat is ook een heel slecht teken natuurlijk. En dan met zaterdag nog meer regen op komst. Ja, is het gewoon niet verantwoord, precies wat je zegt. Het is gewoon niet verantwoord om een, om een Grand Prix te organiseren, omdat de veiligheid gewoon in het geding komt voor mensen. En Dan maar om te zien dat gewoon de Formule 1, laten we zo zeggen, de belangrijkste bijzaak is die er is. Want veiligheid staat natuurlijk voorop. Dan gaan we natuurlijk wel een klein beetje vooruitkijken. Want voorafgaand aan het seizoen was ze natuurlijk al bestempeld als, nou laten we zeggen, de recordkalender 24 ja. Grand Prix. Nou, vrij snel kwamen we erachter. China ging niet door door de COVID-19-pandemie. Um, en we hebben nu een beetje hetzelfde. Uh, op het moment van dat wij dit opnemen, is nog niet precies duidelijk wat ze willen gaan doen. Uh, in eerste instantie heeft de vicepremier van Italië al gezegd... Nou, we willen de race gaan postponen. We willen hem gaan uitstellen, verplaatsen. Um, wat lijkt volgens jou een, een logische optie? Want als je de kalender erbij gaat pakken... ik heb niet heel veel gaatjes gevonden. Nee, inderdaad. Dat wordt heel moeilijk. Net wat je zegt, de kalender is ingedeeld... tot eigenlijk 24 races. China viel weg. April is daarmee eigenlijk afgeschreven op Australië na. Nou, dan, dan moet je eigenlijk tot eind november doorgaan. Vallen dus al wat maanden weg. Is er nog maar weinig tijd om inderdaad iets, uh, ja, iets in te plaatsen. Wanneer iets gecanceld wordt, ja, dan zal het heel moeilijk worden om een ander moment te vinden. Snel zelf ook even naar de kalender gekeken. Vroeger gingen we van Monza direct naar Singapore toe. Nu zit er een week tussen. Zou je daar dan nog een race tussen kunnen plannen? Om dan vanuit Bologna direct door te vliegen naar Singapore. Lijkt niet makkelijk. Zou misschien nog wel een optie zijn. Ik denk niet dat ze de zomervakantie gaan inkorten. Dan zou je het nog een week voor uh, Nederland, voor de Dutch GP kunnen doen. Of een week dus... na Spa natuurlijk, dat ze ook nog kunnen. Ja, als je dan de... doorgaat. Ja, dat zijn natuurlijk nog opties die je in zou kunnen vlijmen. Maar dan wordt het wel natuurlijk heel druk, vooral jullie. Uh, dan heb je al vier races. Als je dan meteen een andere drachter aan doet, dan je je in zes weken weer vijf races. Wordt heel moeilijk. Natuurlijk willen die Italianen heel graag dat het doorgaat. Ook Giancarlo Minardi, we spraken hem deze dagen nog. President van het circuit op dit moment. Oud team-eigenaar natuurlijk. Ja, die willen heel graag dat er uiteindelijk geracerd wordt. Het zijn toch 100.000 man die op de Grand Prix zouden zijn afgekomen. Dus wat dat betreft, teleurstelling voor hun. Maar ja, net wat je zegt, ik ben ook bang dat we de Grand Prix niet meer zullen zien dit jaar. Maar misschien zitten we helemaal verkeerd en uh, weten de Formule 1 toch nog iets in te plannen. We hebben natuurlijk ook de grote baas, Stefano Dominicale, is natuurlijk groot voorstander van racen in Ita op Italiaans grondgebied. Ja. We hebben natuurlijk ook gezien, uh, Italië is bij far het meest populaire gebied als het gaat om races. Dit zou de 105e Grand Prix worden op Italiaans grondgebied. Is er eventueel nog een optie om uh, dit de laatste Grand Prix te maken? Dus dat je hem eventueel na Abu Dhabi zou doen of Abu Dhabi nog een week verplaatsen? Ja, poef, nee, dat zou eigenlijk niet mogelijk zijn. Vooral met het weer in die tijd van het jaar, moet je toch wel wat meer geluk hebben. Vooral de temperaturen dalen hier natuurlijk. Dat zal denk ik ook de reden zijn geweest dat ze niet meer terug wilden na april. Vorig jaar was in Therese nog wel uh, in april net iets eerder, eigenlijk voor Miami nog. Nou, toen was er ook al veel, best wat regenval. Dus daar willen ze niet meer naar terug. En als je later in het jaar gaat, pas in november, dan is het hier gewoon te koud. En uh, ja, daar gaat het ook niet werken. Ja, je kunt het risico nemen, maar net wat we zeggen, dan is het weer een risico. Dus dat zie ik absoluut niet gebeuren. Ik, ik, zoals ik jou al zei, zoals jij net ook zei, of misschien net naar België, net voor Nederland, of misschien net naar Monza. Maar ook die opties allemaal zo ontzettend misschien, dat ik gewoon, net als jij, ben ik het ermee eens dat we waarschijnlijk geen uh, Grand Premio Emilia Romagna gaan krijgen dit jaar. Jammer genoeg. Dat is heel, heel pijnlijk. Denk je dat de coureurs zouden de, zitten te springen op een verkorting van de zomerbreak? Na Spa of dus inderdaad voor, uh, voor Zandvoort? Nee, waarschijnlijk ook niet. Al moet ik wel zeggen dat um, zeker na die stop uh, in april. dat veel coureurs ook wel weer aangaven dat ze wel heel graag natuurlijk willen racen. Het is denk ik ook wel zoals Max Verstappen eerder al een keer zei. Het gaat eigenlijk niet zozeer om de coureurs, veel meer om het personeel. Dat heeft natuurlijk een heel ontzettend hard jaar. Uh, zeker de hospitality mensen, monteurs, engineers, ja, die moeten kaart aan de bak. Voor hun is het echt een volle agenda. De coureurs hebben het wat dat betreft iets makkelijker, totdat ze iets later aankomen en best vroeg al weer vertrekken tijdens een Grand Prix. Uh, voor hun is het nog steeds een heel druk kalender. Hè? Dat, 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 dat mag duidelijk zijn. Maar het gaat vooral om het personeel. Ja, die krijgen het dan ontzettend zwaar. Dus wil je die vakantie kort in de zomer? Nee, het liefst natuurlijk ook niet. Uh, veel van het personeel zal ongetwijfeld al hier zijn geweest. In ieder geval deels van het personeel links en rechts. Ja die zitten hier toch al, dus voor hen blijft het seizoen net zo lang duren of deze Grand Prix nu wel of niet doorgaat. Want zij gaan in de komende dagen pas weer naar huis of moeten misschien al direct door naar Monaco. Dus voor hun verandert er ook op zich al niet veel. Nee, heel veel engineers en crew waren natuurlijk al aanwezig omdat die beginnen opbouwen op de zondag en de maandag. De meeste coureurs wonen natuurlijk in Monaco. Dat is op zich volgens mij een uurtje anderhalf vliegen. Waren er volgens jou al coureurs in Imola of denk je dat die nu gewoon lekker uit hun penthouse kijken? Ik blijf lekker thuis. <laughs> Ik denk dat hun inderdaad geluk hebben en ze er allemaal nog niet waren. Uh, net wat je zegt: ze zitten in Monaco, maken zich klaar voor een triple-header. Zouden sowieso pas vandaag, of sommigen zelfs op de donderdagochtend, pas uh, richting daar zijn gegaan. Dus uh, nee, ik denk dat die nog allemaal gewoon lekker thuis zaten. Andere mensen die waren vandaag al wel onderweg. Ook onze fotograaf Michael Potts. Zij juist geland in Bologna, kan meteen terugkeren naar Amsterdam. Dus ja, het zijn natuurlijk allemaal wat kleine bijkomstigheden. Ik bedoel, de mensen rondom Imola hebben het veel slechter dan ons. Dus uh, laten we vooral uh, aan hen natuurlijk denken. Aaron, dankjewel voor je update vanuit Italië. Ongeveer 100, 150 kilometer vanaf het circuit in Imola af. Succes nog bij Schubert. Jij bedankt voor het kijken naar deze video. En laat het even weten wat vindt jullie van het besluit om de Grand Prix niet door te laten gaan. En wanneer zouden jullie eventueel een gat zien voor de Grand Prix van Imola op de kalender? Vergeet je ook niet te abonneren. En veel meer nieuws natuurlijk vind je op racingnieuws365.nl. Aaron, dankjewel.